Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Milan en dat is Yusri. Ja. Hallo, en vandaag gaan we naar Lommel tegen Beveren. Terwijl we hier aan het wachten zijn op onze lift naar Beveren, zal ik even uitleggen wat de verhoudingen zijn. Zowel Lommel als Beveren kunnen allebei promoveren. Beveren kan alleen nog in de top 6 geraken. Dan gaan we lekker play-offs doen. Superleuk. Maar die kleine, dat is een enorme kleine kans, want zowel Patro als Luik moeten verliezen. En dan moet je ook nog zelf winnen natuurlijk. En Lommel kan rechtstreeks promoveren, maar ze halen sowieso de play-offs. Ook al verliezen ze, maar dan moeten ze wel nog play-offs gaan doen. Rechtstreeks promoveren is voor hen natuurlijk wel handiger. Oh ja. Dat is eigen broer. Ik ken daar... We zijn echt gewoon meer dan fucking 30 minuten te laat.
sta ik echt gewoon een al de pijra op en zo. Ik kan er niks van af. Het is letterlijk gewoon alleen puur maar dit. Dan zijn we hier bij het einde van de video. Het is ochtend, maatjes zijn lekker weer door elkaar, want ik heb net gedoucht. Want ik ga naar Duitsland toe. Ik ga naar twee prachtige wedstrijden. Keulen tegen Darmstadt, dacht ik dan. En Dortmund tegen Leverkusen, de kampioen van Duitsland. Ik ben echt gewoon pas rond 1 uur in Beveren aangekomen of zo. Iets na 2 uur ben ik pas in Antwerpen gekomen. Het is verschrikkelijk. Ik heb echt gewoon 4 uur slaap gehad of zo. Maar goed, we zijn hier om de video af te sluiten van Beveren. Helaas, verlies. Maar goed, het heeft niet veel uitgemaakt. Want als wij wonnen, hadden wij ook de playoffs niet gehaald. Want al onze concurrentie, zowel Patro als Luik als Zulte, hebben alle drie gewonnen. Dus ja. In principe wist ik het al wel en de meesten wisten het ook. We gingen niet promoveren, het ging niet meer lukken. Maar goed, het kon nog, dus hoop had je wel. Maar het is gewoon een verloren seizoen. Het ging gewoon niet geweldig dit seizoen. Dat kan je wel zeggen met de 8e plek. Terwijl je vorig jaar bijna gepromoveerd bent. Verschrikkelijk. Maar goed, volgend jaar beter. Laten we wat leuke transfertjes halen. Benieuwd wie de technisch directeur wordt en wie de coach wordt. Komt toch wel een stuk beter dan dit seizoen. In ieder geval, bedankt voor het kijken, jongens.
Het was nog leuk. Op het einde waren nog wat, wat dingetjes gebeurd. Nou, gebeurd. Heel veel politie en dergelijke. Het schijnt dat er ook Top Os fans bij waren. Nou, Lommel schijnt er bevriend mee te zijn. Dat is ook wel gezellig natuurlijk. Maar goed, het stadion zelf. Niet zo heel geweldig, maar het heeft wel iets charmants. Zo in de bossen. Sure. Maar ik ga maar eventjes verder met wakker worden. Je ziet het al aan mijn ogen. Ik ben nog niet heel erg helder nu. Maar goed, bedankt voor het kijken jongens. Hopelijk vond het seizoen wat beter. Ik zie jullie weer terug tijdens waarschijnlijk de vandaag. Op een andere wedstrijd. Bedankt voor het kijken. Het was weer een speciaal seizoen. Volgend jaar beter. En hopelijk iets beter voor ons Beverhart. Want ja, het blijft gewoon een klote seizoen. Bedankt voor het kijken jongens. Like, abonneer, join de Discord server als je daar zin in hebt. Volg me even op Instagram, @MachtyMilan.nl. En kijk even naar mijn andere voetbalvideo's. Tot de volgende. Laters.